Ik film vandaag dus mensen die op de een of andere manier een ervaring hebben met onbedoelde zwangerschap. Ik ben Wieke Beumer en ik promoveer bij het Amsterdam UMC. En ik ben momenteel een studie aan het opzetten naar onbedoelde zwangerschap en mentale gezondheid. En dan kijk ik niet alleen naar mentale gezondheid van vrouwen, maar ook naar mannen betrokken bij de zwangerschap. En eventueel gevolgen voor een kindje als dat geboren gaat worden. Ik wil filmpjes gaan inzetten op meerdere punten in mijn onderzoek. Dus ik gebruik het nu ja, echt om over mijn onderzoek te vertellen. Om ook mensen misschien te laten weten van je kan meedoen. En hierom is het belangrijk dat je meedoet. We weten wel uit eerder onderzoek naar vrouwen die zo'n ongewenste zwangerschap afbreken. Dat daar eigenlijk helemaal geen gevolgen van zijn voor mentale gezondheid. Ik ga dus nu kijken naar, oké, is dat anders voor vrouwen die de zwangerschap uitdragen? Nou, leuk dat je er bent, dankjewel. Buiten dat is het ook wel echt wel van mij een persoonlijk doel om zeg maar mijn onderzoek echt wel over te brengen aan mensen die er iets aan hebben. Ik zelf vind het eigenlijk altijd veel fijner om een video te kijken, omdat het dan gewoon leuker en beter wordt uitgelegd, vind ik. Dus ik denk ook dat ik, als mijn onderzoek straks klaar is en ik resultaten heb, juist ook video's gaan maken. Dat het niet alleen maar in journals staat die niemand ooit leest. Want dat vind ik zelf ook eigenlijk een beetje zonde van al die jaren werk. Ik heb het bij Prien meegemaakt dat zij het wilde houden en hij niet. Ik hoop dat mijn video's kunnen betekenen dat mensen een breder beeld krijgen van onbedoelde zwangerschap. Dan wat ze misschien zien in de media of wat ze misschien ooit aan hun is geleerd hierover. Onbedoelde zwangerschap is nu best wel een relevant onderwerp natuurlijk. Dus het gaat best wel veel over abortus, bedenktermijn, abortuspeel, dat soort dingen. Nou, dat is wel enigszins gerelateerd allemaal aan mijn onderzoek. En ik denk dat dat debat vaak best wel zwart-wit wordt gevoerd. En die mening is denk ik dus, nou ja, als we het hebben over abortus, heel sterk pro of heel sterk anti. En ik denk dat mensen die zelf voor zo'n keuze staan van wat ga je doen met zo'n zwangerschap, dat dat dus voor iedereen heel anders is en je dus heel vaak niet herkent in dat debat.